Yo kijkers, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe review op dit kanaal. Mijn naam is Rune en vandaag review ik voor jullie de Nike SB Blazer Low X Medicom Toy. De schoen is uitgekomen op 26 december met een retailprijs van 100 euro. Maar ik heb mijn paar dus bij Lockwood gewonnen en door omstandigheden met de feestdagen en met corona en zo is de review dus nu wat later gekomen. Dit is ook een size 8, voor moesten jullie dat willen weten. En het is een blazer low, zoals ik al eerder zei. Maar wat is Medicom nu precies? Medicom is een Japanees speelgoedbedrijf dat al eerder heeft gecollaborate met Nike. Bijvoorbeeld op deze Dunks van vorig jaar. Ik had deze heel graag gehad, maar ik heb nu de blazers en daar ben ik ook erg blij mee. De schoenen komen in deze Nike SB Rainbow Box. En dit is hem dan, de SB Blazer Low X Medicom Toy. Als eerste ga ik wel zeggen, ze hebben een rare geur. Ze ruiken eigenlijk naar die haartjes echt. Dus ik raad jullie niet aan om eraan te ruiken, want het is niet zo'n lekker geurtje. Ze hebben drie kleuren gebruikt. Ze hebben op de buitenste swoosh en eigenlijk bijna op al de rest van de schoen hebben ze beige gebruikt. Dan hier op de heel tip zwart. En dan aan de swoosh aan de binnenkant hebben ze een soort gebroken wit gebruikt. Ook de midsole is wit en de outsole is gum. Dus dan gaan we eens beginnen aan de materialen. De schoen is eigenlijk helemaal behaard. En we starten hier met de toebox die zo een beetje een zwarte afschijn heeft. Door de manier waarop dat de haartjes staan en ook door de kleuren ervan, denk ik. Dan zal ik eigenlijk dit hele stuk maar onder de midpanel nemen. Ja, lichte beige haartjes, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Twee verschillende kleuren swoosh. Hier heb je dezelfde kleur als de midpanels, beige. En aan de witte kant, aan de binnenkant heb je zo een beetje gebroken wit. Dan hier vanachter op de, op de hiel, zeg maar, heb je het Medicom Toy logo. Dat is een at-logo, dus eigenlijk een aapstaartje met daar rond een berenkopje. Dan hier op de heeltap hebben ze zwarte haartjes gebruikt en daar hebben ze ook in het zwart Nike op geborduurd. Dan gaan we nog verder met de lacing holes. Ook deze zijn weer in het beige gedaan. En de haartjes hier rond steken er allemaal zo'n beetje uit. Als jullie misschien wel kunnen zien. Dan op de tong hebben ze ook het Burberry logo gebruikt. Alleen het Medicom Toy logo, ik zeg het verkeerd. En hierin is het logo dus beter te zien. En de laces komen gewoon factory laced. En deze zijn dus ook beige. En dan hebben we nog de binnenkant. Dat is hier wel gedaan, omdat dat natuurlijk een collaboration is. Maar bij andere blazer lows is het niet. Hier aan de binnenkant staat Nike SB X Berbrick. En ook allemaal Berbrick illustraties aan de binnenkant. En nog een heel leuk detail aan de veters is dat ze gouden topjes hebben gebruikt. En dan gaan we nu eens kijken hoe hij onfit is. En doen we er ook gelijk even een closer look op. Thank you.
Medicom Toy. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, klik dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Klik hieronder ook zeker eventjes op dat abonneerknopje. En volg mijn social media als je meer foto's wilt zien van mijn sneakers. En dan zeg ik zoals altijd, kijk eens, liken en like en subscriben. Ik zie jullie graag terug in de volgende video.